Odi Velanus, je verliest hier uit bij Den Haag. Welk gevoel overheerst? Ik denk dat we na de slechte eerste helft, die niet nakwaardig is, onze tweede helft wel redelijk herpakken. Een aantal goede dingen laten zien. En ik denk dat misschien in de tweede helft een gelijkspel had ingezeten. Dus een beetje teleurstellend. Dat is ook wel de reden dat ik de vraag stel inderdaad. Want op basis van de tweede helft maak je misschien wel aanspraak op meer. Hoe frustrerend is het dan dat die eerste helft zo beneden peil is? Ja, heel frustrerend. We gingen met een goed gevoel heen. Zeker na de overwinning tegen Jong AZ. En dan krijg je twee ongelukkige goals tegen. En staat het verdedigend in een aantal opzichten niet goed. Waardoor zij een aantal keer gevaarlijk worden. En in de tweede helft denk ik dat je gewoon wat dominanter bent. Op de helft van ADO komt en tot kansen komt. En dat gewoon vanaf minuut 1 gemoeten. Dat zijn natuurlijk altijd moeilijke vragen om te beantwoorden. Waar zit dat verschil dan in? Kun je dat een beetje uitleggen? Heb je daar zelf een idee bij? Dat is een goeie. Ik denk dat het deels te maken heeft met scherpte. Met de tegenstander analyseren. Je weet dat Verheid sterk is. En dat vanuit hem ze opportunistisch gaan voetballen. Dus via hem de bal laten vallen en diepte spelen. En een aantal keer stond dat gewoon niet goed. Dus dan moeten we zelf goed analyseren en beter doen. Je hebt natuurlijk een vrij jonge verdediging. Had jij het idee dat ze daar op inzetten? Veel lange bal op Verheid, proberen daar een beetje onzekerheid te creëren? Of hadden jullie daar wel op gerekend, zeg maar? Nee, daar hadden we ook op gerekend. Je weet dat Verheid misschien wel de sterkste spits uit de competitie is. Dus vanuit hem spelen ze makkelijk voetbal. En we hadden een plan om iemand voor te zetten. Maar zelfs al die duels vond hij. En dan wordt het lastig om de tegenstander onder druk te zetten wat we eerst zelf wilden. In de tweede helft ben je ook weer belangrijk met een doelpunt. Daarvoor op de volley bijna. Je bent op dit moment de meest scorende speler uit het tweede seizoen zelf. Dat moet wel lekker zijn voor jou persoonlijk. Ja, zeker. Persoonlijk gaat het lekker. 12e goal gemaakt al. En nu koop je er niks voor, want je wint niet of je speelt niet gelijk. Maar voor mezelf wel een goed gevoel. Moeten we het toch even over hebben. Je bent aanvoerder van NAC. Misschien wel de belangrijkste speler op het moment. Zeker nu Jort geblesseerd is. Er is nog wat te doen geweest om jou. Gaat hij weg? Moet hij misschien wel op de bank zitten omdat hij misschien weg wil? Kun je dat verhaal richting de supporters van jouw kant uitleggen? Hoe zit jij in de situatie? Ja, een aantal dingen die kloppen niet in de media zijn. In de media staat dat ik niet bereid ben om met NAC te praten. Nu hebben we al meerdere keren een gesprek gehad. Dus het is niet dat ik tegen NAC zeg van ik hoef niet te praten over mijn toekomst. Dus dat is wel één ding dat niet klopt. En voor de rest... Ben ik zelf gewoon persoonlijk bezig met het halen van de play-offs. We hebben als team doelstellingen van we halen de play-offs. En ik probeer me daar op te focussen en niet met al die bijzaken bezig te zijn. Ik verwacht ook zeker niet dat je hier een toezegging doet van ik blijf sowieso of ik ga sowieso. Maar als ik je goed begrijp, dan is NAC dus zeker niet van de tafel af om helemaal niet meer te verlengen. Dat is wel een beetje het beeld dat geschetst wordt namelijk. Ja, in de media staat dat ik niet met NAC om de tafel wil. Maar zoals ik zeg, we hebben al meerdere keren gezeten. Dat is echt wat ik over kan zeggen eigenlijk. Heb je dan intern ook wat van meegekregen? Als jij zegt dat het niet klopt, dan zal het wel niet. Maar dat je misschien niet meer mocht spelen. Heeft dat gespeeld wat jou betreft? Zou natuurlijk raar zijn van aanvoerder naar reserve spelen. Ja, nou, het zijn dingen die je hoort. En de ene zegt dat wel klopt, de ander niet. Dus weet je, als voor het sportieve zou ik zeggen van je moet gewoon de beste laten spelen. Want je hebt die nodig voor de play-offs. En ik wil belangrijk zijn met goals en assists. Dat is het enige wat ik wil zeggen erover. Tot slot, voel je daar, buiten dat het natuurlijk niet helemaal waar is volgens jou, voel je daar druk van als je het veld op komt? Denk je van, er wordt extra op mij gelet? Of kun je dat wel van je afzetten zodra je binnen lijnen staat? Nee, ik kan dat wel van me afzetten. Ik ben er niet mee bezig. Gewoon, zoals ik zeg, focus ligt op talen van de play-offs. En daar ben ik nu gewoon volledig mee bezig. En met, zoals ik zei, de bijzaken niet. Tot slot, balen van de play-offs. Wat is dit voor wedstrijd in het grote kader daarvan? De tweede helft is hoopgevend, je verliest je natuurlijk wel. Zijn er aanknopingspunten? Sorry? Zijn er daar nog aanknopingspunten? Je verliest natuurlijk, maar je hebt wel een goede tweede helft. Nee, precies. Ik denk dat we de eerste helft goed moeten analyseren. Vooral wat er niet goed ging. En de goede dingen vanuit tweede helft meenemen naar de wedstrijd dinsdag tegen Heerenveen in de beker. Heel veel succes daarmee.